Ik wil graag Lia Karsten. Lia, onze eerste spreker, professor stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam, vragen naar voren te komen. Wil je plaatsnemen op de bank, Lia? Hier heb je een microfoon. Lia, jij houdt je al heel lang bezig met stadskinderen. Je hebt daarover ook dit boek geschreven. Intussen helaas niet meer leverbaar, maar wel in te zien vanavond. Hoe ben je tot dit specialisme gekomen in de stadsgeografie? Ja, nou, het boek Stadskinderen heb ik geschreven samen met Carolien Bouw. Die zit ook in de zaal, oh, dus leuk. Dat ook even wat Carolien, sta je vol. Co-auteur. Nou, hoe kwamen we op dat idee van die stadskinderen? Ik doe eigenlijk al heel lang onderzoek naar tijdbesteding en ruimtegebruik van verschillende type huishoudens in Amsterdam en ook daarbuiten. Dat is een hele mond vol, maar dat gaat over hoe mensen hun buurt gebruiken, wat ze daar leuk aan vinden, hoe dat zich verhoudt tot omgevingen verder weg enzovoort. En ik zag op een gegeven moment dat in mijn onderzoek dat gezinnen met kinderen zich heel erg gingen onderscheiden van andere huishoudens. En dat het hebben van kinderen eigenlijk een enorme complexiteit toevoegde aan het dagelijks bestaan. Dus enerzijds is het natuurlijk heel gewoon dat je kinderen krijgt, maar anderzijds wordt het dan natuurlijk toch iets ingewikkelder hoe je de eindjes in termen van tijd en ruimte aan elkaar knoopt. Hè? Dat je op tijd weer bij de crash bent, dat je je werk blijft doen, dat je je boodschappen in huis haalt. Zeker in de tijd moet je nog even denken dat er niet die openingstijden waren van die winkels zoals we dat nu hebben. En die openingstijden van de crash, of sowieso waren er veel minder crashes. Dus ik zag die complexiteit en ik ging nadenken over hoe dat nou vroeger was. In de zin van hoe was dat nou met mijzelf vroeger of met mijn ouders. Gingen jouw ouders meteen de stad uit toen jij geboren werd? Nou, ik ben opgegroeid in een heel klein dorp in de kop van Noord-Holland. Ik was één van de 10 kinderen. Een katholiek gezin in een katholieke enclave in de kop van Noord-Holland. Dus ja, dat is een compleet ander leven dan het leven wat ik ging leiden in Amsterdam met mijn kinderen en mijn man en mijn carrière enzovoort. Dus dat triggerde enorm. Dus ik dacht, ik moet meer gaan weten over hoe dat nou eigenlijk is. Op dat moment, toen ik begon met het onderzoek, toen was het heel duidelijk zo van, kijk, gezinnen, als ik dan met mensen van DRO, dienstruimtelijke ordening hier in Amsterdam over had, hadden zoiets van, ja, Lia, ach nee, die gaan allemaal naar Purmerend en daar gaan we ons echt niet mee bezighouden. Hè? Dus die gingen, gezinnen gingen naar buiten. Ach. Nee, zo ging het ook echt hoor. Maar ik had het gevoel van, nee, dat gaat veranderen. En ik zag het ook om me heen. Ik was er zelf onderdeel van natuurlijk, maar ik zag het ook om me heen veranderen. En ik dacht, hier gaat iets gebeuren. Namelijk dat het ideaal van de kindertijd, dat we altijd gekoppeld hadden aan buitenwonen, in dorpen of overloopkernen enzovoort, dat dat ideaal ging verschuiven. En ik heb me dus afgevraagd in mijn onderzoek toen van, ja, hoe komt dat nou? Of wat is nou die drive daarachter? Een van de redenen waar ik op kwam in mijn onderzoek was dat het een hele belangrijke factor in de Nederlandse context is dat vrouwen gewoon veel meer zijn gaan werken en werkend moederschap veel gewoner werd. Wat betekende dat je in tijd en ruimte dus dat zorg en werk moest gaan combineren en dan werd de stad opeens veel aantrekkelijker. Dus die vrouwen die vertelden mij van ja, we kunnen wel, hè, want dan vroeg ik van nou, waar willen jullie wonen of wat voor ideeën heb je? Ja, we kunnen wel de stad uitgaan, maar ja, dan weet ik wel hoe het gaat. Dan gaat die man van mij, die gaat gewoon door met zijn carrière en ik sta om 3 uur in Almere bij de school en ik kom nergens. Dat is echt de dood in de potten. Nou, dat was toen natuurlijk nog betrekkelijk nieuw dat vrouwen dat zo gingen formuleren in de Nederlandse context. Hè, dat is heel anders. Wij bungelden in Europa ergens onderaan als het over het werkend moederschap ging. En nu zijn we ongeveer derde, geloof ik. Dus we zijn enorm daarin gegroeid en daarmee is die stad dus ook veranderd. Daarmee gingen we anders kijken naar die maar stad. Maar we hebben wel een andere verdeling ook van het arbeid gekregen in het huishouden. Ja. Je hebt het in je werk over de 4-4 huishoudens. Ja, ja. Wat zijn dat? Nou, de 4-4 huishoudens zijn dus zeg maar opgekomen in die tijd. Want die vrouwen die zeiden van ja, we willen wel in die stad blijven en we willen dus die carrière. Maar ja, in Nederlandse context, je kind 5 dagen naar de crash. Nou, ik geloof dat het sociaal niet haalbaar is. Misschien zitten hier mensen die dat doen. Maar het was zeker 10 jaar geleden not done. Dat was een hele slechte moeder. En dus
Er moest onderhandeld worden met die man en die vader. En daar, klinkt alsof dat twee verschillende mensen waren. Nou ja, in ieder geval werd hij op zijn vaderschap aangesproken. En ik heb dus recent met een van mijn AJO's, die inmiddels Willem Boterman, die inmiddels ook al lang AJO af is, maar uitgezocht. En we hebben gevonden dat inderdaad in de hoogstedelijke gebieden de verdeling van arbeid tussen vaders en moeders veel gelijkmatiger is dan buiten de hoogstedelijke gebieden. Dus dat betekent dat je binnen de ring van Amsterdam bijvoorbeeld veel meer gezinnen aantreft waar 4-4, hè, 4 dagen per week betaald werk, voor beide partners gebruikelijk is dan pak een beet Almere of andere. Dus die drive die ik zag, die is ook daadwerkelijk gematerialiseerd, zou je kunnen zeggen, in de praktijk gebracht. En je hebt ook het begrip jupup. Ja. Jup met twee P's uitgevonden. Wat is de jup met twee P's? Nou ja, kijk, in mijn stad of in mijn werkgebied, wat stadsgeografie is, is heel veel te doen over gentrification. En in die gentrification literatuur kwam ik maar steeds die juppies tegen. En als ik daarover nadacht, dan zag ik daar altijd zo'n snelle jup langskomen. Jong, hip. Tot 12 uur 's nachts in de kroeg of nog later en de volgende dag enzovoort. Hè. En ik dacht, ja, dat beeld, dat klopt niet. Want er zijn ook andere gentrifiers, hè, noem je dat dan eigenlijk. Dus de mensen die die gentrification veroorzaken. En zo ben ik dus gekomen van juppies. De mensen die ik interviewde waren heel vaak dus juppies geweest. Hè, dat waren juppies. Young urban professionals. Ja, young urban professional. Maar ze en wat werden zijn ze ouders. Nu? Ja. Hè, dus nu worden ze young urban professional parents. Ze zijn parents ook geworden. En zij combineren dus dagelijks dat professional zijn in een beroep met het ouder zijn, het parent zijn. Dus daarmee heb ik zeg in de literatuur iets toegevoegd aan wat we wisten over gentrification. Namelijk dat die transformatie van juppies naar jups aan de gang is. En daarmee is die stad en dat hele proces van upgrading, wat eigenlijk gentrification is, is gaan kantelen. Is daar een andere invulling in aangegeven door maar, die maar ouders. Maar heb je ook geschreven dat de young urban professional parents, de jups met twee B's, die trekken wel naar bepaalde buurten, waardoor je eigenlijk een nieuwe vorm van segregatie in de stad krijgt door die kinderen. Ja, nou dat is wat kort door de bocht geformuleerd. Ja, dat heb je met de journalisten. Maar het is inderdaad waar, het verhaal wat ik vertel is heel erg ook een buurtspecifiek verhaal. Dus je ziet het terug in bepaalde buurten in Parijs, in bepaalde buurten in Stockholm, in bepaalde buurten in Helsinki, in Londen. Het is heel internationaal. Die allemaal bepaalde eigenschappen gemeen hebben. Ja, die bepaalde eigenschappen gemeen hebben. En wat zijn die eigenschappen? Die eigenschappen zijn, misschien moet je het samenvatten onder een ander begrip wat ik heb geïntroduceerd, en dat is stedelijkheid in de luwte. Dus er is eigenlijk een enorme clash gaande als het gaat over stedelijkheid. Hè? Van wat, er is bijvoorbeeld kritiek op de hele beweging dat de gezinnen de stad overnemen. Dat het dan truttig zou worden. Of dat het, dus het ideaal van stedelijkheid is een ander ideaal dan de stedelijkheid in de luwte die deze jups nastreven. Dus dat is wel stedelijk, maar een zekere luwte in fysieke zin. Dus net achter de drukke doorgaande weg aan een pleintje of met een tuintje. Of brede stoepen. Anders, brede stoepen. Dat is de invulling die maar gezocht dat zijn wordt dus met bepaalde voorzieningen. Maar dat zijn dus a priori welvarender buurten. Grotere woningen, bredere stoepen, want de druk, meer rust. De druk op de woningmarkt is natuurlijk heel groot in steden als Amsterdam. Maar dat geldt ook voor Stockholm, dat geldt ook voor New York, dat geldt ook voor Parijs. Dus ja, wil je dan dichtbij wonen, om het zo maar te zeggen, of in nabijheid wonen, in die luwte wonen en toch niet midden in die drukte. Dat heeft een prijs en dat kan erin resulteren, waar jij je inleiding mee begon, dat ouders dan een soort afweging maken van ja, we wonen wel krap, maar we kunnen het nu wel allemaal redden. En we kunnen en daarmee, ja, dat is dan jammer dat we geen grote, we kunnen meer huis voor ons geld krijgen in Almere of Purmerend, maar we gaan akkoord met een kleinere woning. Ik heb ook mensen geïnterviewd die
ja, allebei een goede opleiding, goed inkomen en toch, ja, ik bedoel, voor hun eventueel derde kind een soort van dingetje getimmerd hadden. En een hangmat. Zoiets. Hè, dat je denkt van, oh ja, de jaren 50 zijn weer terug, hè, dat we voor kinderen stapelbedden en zo. Maar daar komt dan weer een andere verhaal overheen van, ach ja, waarom zou een kind ook... Ieder kind een eigen kamer. Misschien is het eigenlijk ook wel veel socialer, een stapelbed. En, dus je kunt daar weer hele andere ideeën over de ideale kindertijd aan afleiden. Hoe, dat is voor mij nog steeds een raadsel. Hoe heeft dit zo snel kunnen veranderen? Want je beschrijft in Ons Amsterdam in 2005 hoe het aantal kinderen afneemt. En ik bedoel, het lijkt echt in 10 jaar tijd, dat is toch niet zo lang, zo ontzettend omgeslagen. Ja, ik denk dat we ook gewoon in een, zeg maar, een urban tijdperk leven. Hè? Dus de stad is populairder dan ooit. Hè? We hebben dus die hele suburbanisatie die we hebben gekend tussen pak een beet 1965 en 1985, denk ik, op zijn hoogtepunt. Waarbij het ideaal heel duidelijk daarbuiten lag. Ja, het is voor heel veel mensen dat de stad iets aantrekkelijks heeft. We vinden werk en carrière belangrijker, denk ik, dan in ieder geval toen ik studeerde en ging werken, had ik geen idee over een carrière of zo. En als ik dat vergelijk met mijn kinderen, dan hoor ik dingen dat ik denk, oh, denk je daarover na? Ja, dus zoals? Dat is ook, nou, hoe je carrière kan, alleen het woord carrière was al heel erg... besmet. Vies. Ja, daar ging je in ieder geval niet op voor staan. Mm-hmm. Terwijl dat nu gewoon een topic is. Mm-hmm. En dat doe je denk ik in de stad vaak. Ja, ja. Ik vond het grappig hoe je me vertelde hoe mensen dat ouderschap en carrière vermengen door, ja, je moet met je kinderen naar de zandbak of naar de speeltuin in Amsterdam, want veel buitenspelen is er niet, gaan we het zo over hebben. En dan zit je gewoon op de rand van de zandbak je e-mail bij te werken. Ja. Zo doen we dat tegenwoordig. Ja. Wat dat betreft, de voortgang van de technologie heeft het ouderschap ook beïnvloed. Heeft het absoluut ook beïnvloed. Ook overigens omgekeerd, hè, dat die kinderen namelijk ook die toegang... Ook een e-mail gaan bijwerken. En dat je dus ook ziet ook tegenwoordig dat het voor sommige kinderen en ouders ook moeite kost om die kinderen los te maken uit die binnenwereld. Hè, en ze mee te nemen naar buiten. En natuurlijk ook wel dat buitenspelen veel meer is ingekaderd in een als een ja. Ik noem dat dan adult activity, in de zin van dat er een volwassene bij te pas moet komen. En dat is natuurlijk wat je eigenlijk, ja, kinderen, je zou kinderen gunnen dat ze wat gewoner kunnen gaan buitenspelen zonder dat daar al te veel ouderlijke bemoeienis bij. En dat ze die afhankelijkheden met hun ouders op dat punt eigenlijk niet nodig hebben. En dat we Want dat stad is wat maken, de stadskinderen van nu missen. Ja, ik denk dat wij veel meer aandacht zouden moeten hebben voor hoe kinderen zich door de stad begeven. En dat ook een beetje ondersteunen, zodat dat makkelijker wordt. En dan kunnen we ook heel veel leren van... Ik ben een tijdje in Scandinavië geweest en... Daar zie je bijvoorbeeld dat kinderen veel meer zelfstandig gaan. Hè, dan, dus los van de ouders. En het is, dus er is een hoop te winnen wat dat betreft. Te winnen, maar dat is ook een... Misschien hebben we ook iets verloren wat we niet meer terug zullen vinden. Alles is nu zo, ja, vormgegeven. Ja, we zitten ook zo bovenop onze, ja, kinderen. Ja, ja, ja. Nou ja, ik verzet me daar nog wel wat tegen eigenlijk, dat zo zou zijn. Ik denk dat we ons zouden moeten inspannen om te zorgen dat toch nog... Kijk, als je over kinderen nadenkt... Kinderen zijn tegenwoordig toch al heel erg gauw een soort van kleine volwassenen. Hè, met hun taken en hun dingen en ook hun toegang tot de computer en weet ik wat... En eigenlijk, misschien het enige waar kinderen nog echt kind kunnen zijn, is misschien in dat buitenspelen. Hè? En ik denk dat we daar dan toch wel heel erg voor moeten staan met z'n allen. En daar zou echt meer inspanning op moeten worden gepleegd om dat te behouden voor inspanning kinderen. Inspanning voor wie? Nou, ik denk natuurlijk in de eerste plaats aan ruimtelijke vormgevers en ruimtelijke beleidsmakers. Dat is één. Maar ik denk ook wel in buurten als geheel, dat we dat met z'n allen moeten faciliteren. Hè?
Dus ook, wat we zien, bijvoorbeeld wat heel vaak collega's tegen mij zeggen in het buitenland, die zeggen dan, ja Lia, maar het is bij jullie toch allemaal geweldig, want jullie hebben allemaal fietspaden en iedereen kan op de fiets overal naartoe en zo. Maar als je ziet hoe die fietspaden gebruikt worden, ik zie daar nooit een kind van 8 jaar alleen op de fiets. Hè, terwijl dat fietspad daarvoor bedoeld is. Maar dat fietspad wordt gebruikt door allemaal snelle scooters. Jongens. Snelle jongens op scooters. Mensen die tegen de richting inrijden. Er wordt niet gekeken. Dat fietspad is gewoon niet meer veilig om te fietsen als kind alleen. En ik denk dat we daar veel meer bewust van moeten zijn als stad, als samenleving, als buurt. Dat moeten we met z'n allen gewoon. Dat is ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid, vind ik. Mooi gezegd, dankjewel. Wil je even bij me blijven terwijl ik nu het woord geef aan Jeroen Slot? Jeroen is hoofd onderzoek en statistiek bij de gemeente Amsterdam. En jij gaat ons wat trends vertellen en onderbouwen. Wil je dat hier doen of achter de katheder? Voel ik mij veilig met dit apparaat in mijn hand. Wat ik inderdaad wil proberen is in een paar minuten wat getallen te laten zien over hoe dat nou gegaan is met die bevolkingsontwikkeling in de stad en met die toename van het aantal kinderen. En om te beginnen met dit plaatje dat ons van 1970 naar nu brengt. En die bovenste lijn, dat zijn de inwoners van Amsterdam. In 1970 nog 830.000, 6%, meer nog 6,5% van de Nederlandse bevolking, 13 miljoen mensen op een stuk kleiner grondgebied. Toen was het pas druk in de stad. Die bevolking die ging razendsnel achteruit in de tijd van suburbanisatie. Je zou eens kunnen zeggen bevolking eruit, auto's erin. En dat heeft geduurd tot 1985 ongeveer. Maar dit lijntje hieronder, dat zijn de 0 tot 17-jarigen in de stad. En van dat lijntje zien we onmiddellijk dat het nog sneller omlaag loopt dan de bevolking als geheel. En die suburbanisatie ging natuurlijk ook heel erg over gezinnen met kinderen. Dus dat aandeel is heel snel van bijna 25% naar een procent of 16, 17 gezakt in 1985. En dat het lijntje van 0 tot 4-jarigen niet zo heftig meebeweegt, komt omdat je wel eerst geboren moet zijn voordat je weg kan gaan. Dus dat reageert iets minder snel. Maar daar zien we eigenlijk dezelfde trend. Als je dan wat meer inzoomt nog op die groep. Hier zie je dat aandeel van die twee verschillende leeftijdscategorieën door de tijd. Dan zie je ook dat het aandeel 0 tot 17-jarigen ergens zo rond 1990 weer begint te groeien. En dat geldt ook, en opnieuw een fractie eerder natuurlijk, voor die 0 tot 4-jarigen. Dat begint eind jaren 80 begint dat weer omhoog te gaan. Maar dat zijn andere Amsterdammers. Die groei wordt in hoge mate veroorzaakt door migratie. Nieuwe Nederlanders, mensen uit Turkije, Marokko, Suriname, om maar grote groepen te noemen. Dat was eigenlijk de nieuwe stadsbevolking die ook die nieuwe groei van deze categorieën op gang gebracht heeft. Als je dat een tijdje volhoudt, zo'n selectief spelletje van binnenkomen en weggaan, dan krijg je na verloop van tijd heel verschillend opgebouwde bevolkingsgroepen naar leeftijd. Dit is Amsterdam in 1900, een heel klassieke piramide met heel veel jongeren. En een eeuw later, want we hebben er in die eeuw per jaar een maand levensverwachting bijgekregen. De stad verandert op zichzelf, maar je ziet hier de groep die niet in Amsterdam geboren is, typisch rond een jaar of 17 binnenkomt. Dit is de groep die nog wel in Amsterdam geboren is, autochtoon, heel wisselend samengesteld eigenlijk ook in termen van leeftijd. En juist onderin begint hij de laatste tijd weer sterk te groeien, dus hij staat wat steviger zou je kunnen zeggen. Dit is de groep westerse allochtonen, mensen uit België, Frankrijk, noem maar op, die ziet er vrij normaal uit. En dit is de groep niet-westerse allochtonen, die toch heel erg jong is, nog steeds. Dus als je dat, maar even terug, dit is de situatie nu. Het zijn eigenlijk ook demografisch gezien al heel verschillende groepen. Even terug nog naar die kinderen, naar die 0 tot 17-jarigen waar we het toch steeds over hadden. Als je dat uitsplitst naar herkomst, dan zie je ook dat na die aanvankelijke groei, zo vanaf begin jaren 90, rond 2004, 2005, het in absolute zin dat aantal alweer begon te dalen. En dat komt
Ja, dat komt een heel klein beetje door derde generatie, die zien we als autochtoon. Dat komt een beetje door suburbanisatie, ook deze groepen gaan daaraan meedoen. En dat komt zeker ook door het afnemend kindertal per huishouden. Dat is de reden waarom die alweer over zijn hoogtepunt heen is. Maar we zien hier dat de autochtonen en ik zou haar zeggen in haar kielzocht ook de westerse allochtonen vanaf dat moment wat beginnen toe te nemen en op het eind van de periode wat sneller. En dat laatste zien we vooral goed als we, zoals in het volgende plaatje gebeurd is, inzoomen op de allerjongste groep, de 0 tot 4-jarigen. En daar zien we opnieuw dat hoogtepunt ergens zo rond 2004-2005. Maar we zien hier dat vanaf 2010-2011 de autochtone kinderen de allochtonen weer hebben ingehaald. Dus daar zijn er inmiddels op die leeftijd meer van. Overigens is het nog steeds zo dat de kans heel groot is dat je voor dat je 4 bent als kind ook weer vertrokken bent uit Amsterdam. Niettemin, deze veranderingen zien we en deze groep doet daar ook aan mee. En er is net al even over gespeculeerd. Is het nou echt veranderende waardering samengaand met 4 plus 4 gezinnen, jups? Of is het toch de crisis? Nou, ik blijf maar even zeggen dat gezien het precieze tijdstip van de knik in deze figuur in de blauwe lijn, die crisis toch wel een werkbare hypothese lijkt. Blijft ook dat die crisis mede er oorzaak van is dat een deel van de gezinnen, jonge gezinnen, ook het vertrek naar een andere plek in de regio heeft uitgesteld. Dat kan er uiteindelijk toe leiden dat ze zich helemaal verzoenen met hun huidige omgeving. Wat zou er mis zijn met een stapelbed, hoorde ik net al. Dus dat kan heel goed, zeker als dat een tijdje duurt. Dat moeten we afwachten. Die ontwikkeling gaat niet in de stad overal op precies dezelfde manier. Dit plaatje ziet er misschien op het eerste gezicht een beetje gek uit. Maar het is Amsterdam, dat was wel duidelijk, denk ik. Het heeft blauwe vlekjes. En die blauwe vlekjes zijn plekken in de stad waar je relatief veel autochtone jonge kinderen treft. En eigenlijk zitten al die blauwe plekken helemaal aan de rand van de stad. Kadoelen doen nog mee. Hier is net begonnen eigenlijk. Eiburg bestond natuurlijk nog niet in 2004. Dat is net begonnen. En de rode plekken, dat is 2014. En eigenlijk zien we het nu overal. Overal van die stukjes, ongetwijfeld mooi luwe stukjes in de stad. Waar je relatief veel autochtone jonge kinderen treft. Maar ze liggen wel allemaal zo ongeveer binnen de ring met al die mooie stedelijke voorzieningen in binnen bereik. Eiburg valt op, maar dat is niet zo gek, dat is nieuw. Maar de Watergraafsmeer is, zou je kunnen zeggen, behoorlijk geëxplodeerd zelfs in deze termen. En daar vind je dit verschijnsel van jonge autochtone kinderen ook heel sterk terug. Je kan dat ook aan dit plaatje nog zien. Het kindertal is behoorlijk gestegen, maar dat zit eigenlijk volledig in de autochtone groep. In ieder geval veel sterker in de autochtone dan in de allochtone groep, zeker ook in termen van in absoluten. En het zijn vooral westerse, dus Belgische, Nederlandse enzovoort, kinderen. En dit is dus een extreem voorbeeld van de trend die we net gezien hebben. Maar er is nog een andere, toevallig ook meer in Amsterdam, Slotermeer, aan de andere kant van de stad. Daar zien we om te beginnen dat de groei van het kindertal duidelijk lager ligt. Maar eigenlijk in zekere zin tegen de trend in van dat afnemende aandeel en aantal niet-westerse kinderen in de stad, zien we dat aandeel hier juist nog groeien. Dus afhankelijk van de plek waar je zit in de stad, pakken die ontwikkelingen ook nog heel verschillend uit. En bieden, zou je andersom kunnen zeggen, die stedelijk gebouwde omgeving ook nog heel verschillende mogelijkheden. Nou, hoe dat precies verder zal gaan en wat de gevolgen daarvan zijn, daar hebben we nog de hele avond voor, lijkt me. Vragen voor Lia en Jeroen. Hey. Wie wil nog iets weten? Ja. Oh ja, Lian? Ja. Ja, ik vroeg me af, hoe zit het met de allochtone jups? Want er wordt eigenlijk gelijk al de verdeling gemaakt tussen allochtoon en autochtoon. Maar bestaan er dan geen allochtone jups? Hoe ziet u dat? Je hebt een microfoon. Oké.
Zal ik eerst even... Ja, nee, helemaal terechte opmerking. Kijk, dat Young Urban Professional Parents zegt eigenlijk niets over de etniciteit, hè? Dat kunnen zowel migranten als niet-migranten zijn. In de praktijk zijn het heel veel autochtone Nederlanders. Maar eigenlijk zou je moeten kijken naar een wat bredere verschillen die er zijn tussen verschillende categorieën. En niet die etniciteiten zo tegenover elkaar zetten. Want ik denk dat dat de achtergrond van je vraag is. Ik heb in een ander onderzoek gekeken naar drie categorieën gezinnen in de stad. Waarbij ik een onderscheid maak naar opleidingsniveau ook vooral. En dan gekeken naar de sociaal zwakkeren die heel weinig opleiding hebben. De sociale stijgers. En daar zitten heel veel migranten in. En die zitten nu dus in een middenklassepositie. En dan de hogere middenklasse. En dat zijn heel veel van de autochtone Amsterdammers. En je ziet heel veel van de gedragingen die je onder de jups, zoals ik ze hiervoor heb gedefinieerd, zie je terug bij die sociale stijgers. Dus die categorie is niet statisch. Hè? Dat is ook een groeiende groep van migrantenhuishoudens die daaronder valt. Nog iemand? Ja. Er wordt bij, als je kijkt naar vergelijkingen tussen steden, heel vaak verwezen naar Scandinavische steden. Ik vraag me af, zijn er ook voorbeelden, goede voorbeelden, uit andere gebieden, zeg Zuid-Europa of niet-westerse steden? Of is het typisch een noordelijk Europees fenomeen, die toename van jonge urban professionals in de stad, die kinderen krijgen? Nou, ik heb het nog niet helemaal uitgezocht. Ik weet wel dat het heel breed is. Dus dat je met name in de Scandinavische landen zie je ditzelfde verschijnsel terug. Maar ook bijvoorbeeld Berlijn en Parijs. Ik weet wel dat je bijvoorbeeld in Spaanse en Italiaanse steden... Kijk, wat nieuw is aan dat verschijnsel jups in de openbare ruimte... is dat er weer meer kinderen en gezinnen in de openbare ruimte zijn. Onder andere bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan naar nieuwe restaurants die zich meer richten op gezinnen met kinderen of waar vaker gezinnen met kinderen komen. Dat is een relatief nieuw fenomeen in Nederland. Maar ga naar Spanje, hè, en je ziet daar die gezinnen met z'n allen. Ga kijken hoe ze daar 's avonds een rondje lopen met oma en een kleinkind en weet ik wat allemaal. En Wat wij als nieuw definiëren is voor een deel in die Zuid-Europese landen al lang aan de gang. Maar ik moet wel zeggen dat wat ik weet van Zuid-Europese steden is dat die superurbanisatie daar toch ook heel veel door gezinnen werd gedragen. Grappig dus, dat je het zegt, Lia, want vorige week vrijdag in de Amsterdam-bijlage van NRC... twee pagina's groot artikel, zag er heel leuk uit, over kindvriendelijke horeca. En toen dacht ik... In Spanje zou dat gewoon een non-item zijn. Alle horeca is kindvriendelijk. Iedereen gaat overal naartoe met het hele gezin. Ja, ja. We hadden het net over vergelijking met andere steden in Europa. Maar hoe zit het met Nederland? Bijvoorbeeld Rotterdam. Vindt daar hetzelfde plaats of is dat toch weer anders dan Amsterdam? En wat zegt dat over bijvoorbeeld juist weer Amsterdam? Nou ja, ik zei net al dat deze algemeen grootstedelijke ontwikkeling zie je dus in meerdere steden terug. Dus ook in Rotterdam, en dat laat mijn onderzoek ook zien. Ik heb een deel van mijn onderzoek ook in Rotterdam gedaan, dus dat is degelijk aanwezig. Het is wel iets minder uitgesproken dan in Amsterdam. En je zou dan eigenlijk vooral moeten kijken naar het buurtniveau. Dus je hebt bepaalde buurten in Rotterdam die het net zo doen als in Amsterdam. Als je de hele stad als geheel neemt, dan... is die ontwikkeling sterker in Amsterdam dan in Rotterdam. Ja, dus bijvoorbeeld het Oude Noorden, bepaalde gebieden. Ik weet niet of je bekend bent in Rotterdam, maar dat zie je dus heel erg terug, dit. Ja. Hier een vraag voor Jeroen. Ja, even voor mijn begrip en misschien ook voor de discussie om die helder te hebben. Het verschil tussen allochtone Amsterdammer, zitten daar nou wel of niet... Nederlanders in, die niet in Amsterdam zijn geboren. Dat was me niet helemaal duidelijk. Ja, daar zitten ook Nederlanders in die niet in Amsterdam zijn geboren. Het onderscheid is nog steeds uit welke ouders ben je geboren. Dat is bepalend voor de vraag of je tot de categorie autochtoon of allochtoon gerekend wordt. Voor de meeste
allochtone Amsterdammers geldt dat of zij zelf, maar als het om de wat jongere groepen gaat, heel vaak hun ouders in een ander land geboren zijn. Maar dat kan heel goed betekenen dat ze de Nederlandse nationaliteit hebben. Laatste vraag voordat we doorgaan naar onze volgende spreker. Die mag ik stellen. Dat is mijn voorrecht. Hoe komt die kruising van die knikken, Jeroen? Dat de 0 tot 4 jaar dalen bij de allochtonen en stijgen bij de autochtonen. Ja, er zijn een paar... Valt buiten je vakgebied, ik weet het, maar speculeer er maar op los. Het zijn een paar ontwikkelingen die door elkaar komen. Hè. Al genoemd de groepen die eerder sterk groeiden, daar neemt het kindertal af. Daar begint die suburbanisatie een klein beetje op gang te komen. Daar verschijnt een derde generatie die in de statistiek anders ingedeeld wordt. Terwijl de tweede trend van die groeiende kindertallen die in de stad blijven, vooral op bepaalde plekken bij bepaalde groepen, dat die door de crisis ook nog een setje hebben gekregen waardoor ze wat langer en misschien wel heel lang nog in de stad blijven wonen. En ja, dat is voor een figuurtje altijd leuk dat die twee lijnen elkaar kruisen en dat er toch een soort van omslag is. Maar strikt genomen is dat niet het allerbelangrijkste. Maar het geeft wel aan dat die ontwikkeling relatief recent is en ook wel echt een impuls gekregen heeft. En dat betekent ook wel veel, denk ik, uiteindelijk voor hoe buurten ingevuld worden. Wat het voorzieningenniveau, die prachtige pagina in NRC Handelsblad, daarvan zou Gieselinde Kuipers misschien wel zeggen dat het ook haast iets agressiefs heeft. Al deze voor op kinderen ingerichte, kijk mij eens met mijn kinderen in de horeca lekker mijn gang gaan enzovoort. Dus het heeft ook een soort van... Kinderhater! Dus het heeft van al die aspecten heeft het iets. Dus dat die strijd om de ruimte, de wil ook om die identiteit, om die gewoon duidelijk te beleven of te vieren naast, zou ik zeggen, dat zie je ook heel sterk terug. En groepen die dat het beste en het makkelijkst kunnen, die zullen dat ook zeker niet nalaten. En de horeca volgt iedereen die zijn rekening voldoet, dus dat zal... Dank jullie hartelijk. Lia Karsten en Jeroen Slot.